We zijn er weer vandaag, donderdag 11 augustus, te Powaka. De school waar wij dagelijks ons brood geven aan deze kinderen. Om te beginnen wil ik condoleance brengen aan de familie van Kallen. Voor het heen gaan van onze artiest, onze makker. Ik zeg nogmaals sterkte aan de nabestaanden. Heel veel sterkte. Ik kende deze man ook heel goed. Nogmaals, God zegen aan de families. Krakti. Om verder te gaan willen wij ook gelijk met het deurenhuis vallen om mevrouw Rotsburg te bedanken. Rotsburg is nieuwe donateur die erbij is geschoven voor brood Powaka. Mevrouw Rotsburg, we willen u heel hartelijk dank zeggen voor uw ondersteuning naar de schoolkinderen. Ook hebben wij voetbalvereniging Parkstad, de Eendracht. Zij hebben ook een donatie gedaan en een deel van hun donatie hebben wij ook geparkeerd voor deze kinderen. Je ziet ook de beelden van overdraag in een studio in Nederland. Nogmaals dank aan allemaal daar. Er was toen een voetbalfamiliedag georganiseerd op 2 juli en wij konden er helaas niet bij zijn. Maar we zijn een paar weken daarna gegaan om dit bedrag in ontvangst te nemen. God bless. En ik zeg nogmaals aan ieder die eventueel toevertrouwd en ondersteunt. Zoals gezegend tientje. Zij doen ook brood voor de stad. Daar hebben we stichting Kripa ook voor brood in de stad. En we hebben mevrouw L.J. Grootvam, een van onze vaste donateurs. En daar hebben we Maxis Care BV, een vaste donateur van ons. God bless voor ondersteuning voor de mensen in nood. Koenders, PHF, zij zijn ook een vaste donateur van 1 voor 12. We zijn ze allemaal dankbaar dat zij 1 voor 12 een warm hart toedragen. Ik moet een beetje teleurstellen dit meedelen. Je ziet, ik ben niet zo in een frisse moed. Je helpt de mensen in nood, je helpt de kinderen met brood dagelijks. En je wordt weer geconfronteerd met patsboom. Meel is naar boven gegaan, meel is duurder geworden. Blongsem gidepchin komorodiri. En erger nog, ik ga vanmorgen blom kopen bij de molen. En je wordt verwezen naar een landbouwshop, Garib. Daar moet je blom kopen. Dus ik vraag me in godsnaam af, zij zijn naar Kondre. De molen heeft geen blom, een prijskring, maar ik moet maar naar een landbouwshop gaan om blom te kopen. Aan een kang. President, ik vraag u om hierop echt wat te doen. Vooral voor 1 voor 12, voor de kinderen die wij dagelijks brood geven. Ik kan toch niet naar een landbouwshop gaan om blom te kopen? De molen heeft geen blom. Wat gebeurt er in het land? Zoals mij, als mij af dat abeleid ik geboen. Abeleid niet geboen. Mijn kan go voor wang bedrijf 6 jaar blom. Dan ben ik gewoon bij een landbouwshop. Moren dieren. En wat zijn de boemen. Als dat ding zo doorgaat, dan stop ik alles. Alle 700 broden die ik moet geven aan kinderen, dan stop ik. Want mijn hoofd wordt moe. Ik word echt ziek ervan. Men houdt geen rekening met 1 voor 12. Ik heb een project ingediend bij de president. Dat streeft naar mijn kom van de voeten. Ik heb gevraagd van, helpt u ons voor de kinderen, voor brood. Dat zelf komt niet uit de voeten. Minus op zijn naar Kondre Morare. Uiteindelijk moet ik het in eind augustus. Als het niet lukt, dan stop ik met brood. Ik raad gefrustreerd. Ik neem mijn kostbare tijd met jou op Tjinga, Holland, go. Van, ai. Je sloof je uit, je doet alles aan je. Je nang. Dat we ondersteuning niet kon. Na smart diaspora moest die om te money dat hij lukt met potwa money. Lukt voor je lukt aan boy. Want vrouw in Holland, mevrouw De Vries vangt haar boy op die min. Er wordt niet eens gezorgd voor onderdak. Er wordt niet eens gezorgd voor logistiek. We moeten al die kosten zelf betalen. En ook kan een kind van 8 jaar man. Wat gebeurt er in Suriname? Dat wordt ook dood. Eerlijk gezegd, dus ik voel dat ik nu stop alles aan.
Maar met denk je de chingse we taggy de toekomst van morgen, maar een jeep ding. Eerlijk hoe een jeep ding. Dan kun je aan jouw blonde de. Blonde de. Even met een blonde Tamara, dan weten jullie dat dat kunnen geen één thuis brood krijgen. Dat het verhoog is, kan ik zeggen, oké, met mijn begrijping. Maar dat, de molen heeft geen bloem. Meneer Bikari, meneer goede Bikari, wat gebeurt er? Je verwijst mij naar een landbouwshop om bloem te kopen. En dat kan niet. Enig bedrijf in Suriname, de molen, dat ik gewoon een landbouwshop. Als dat irriteert me, hè. Als dat irriteert me, ferie. Dan ben je stoppen toch. Ik doe het niet voor mij. Ik doe het voor de kinderen. Ik heb al een brief naar u gestuurd van, geef me kort, niet eens dat. Niet eens dat. Maar mijn show is aan de op na Apura. Ben je ondersteund, breder dat met begrijping. Maar hoe ondersteun je breder, de Chinese toe toch? 700 Chinese jaren die breder. Staan in de kakjes aan steun. Kom hier erg met je verhaal, als je maar niet gevaarlijk. Kom je tak de matangi, zij hoor me bakadje me ook toe. Want toevoeden de jas, mijn makar ala. Zoals ik Wim, van restaurant Bofinia, samen met meneer Renfrum. Let jullie even niet op, maar ik ben even geïrriteerd. Ik ben even emotioneel wanneer het gaat om kinderen, dat mijn fles, dat mijn edespang. Dit is echt top. Dat mijn bereik nodig is, dat ik onder de zee. Mijn bereik is veel top. Meneer Renfrum, dat ik alles zak afwassen, zeg ik dank voor uw ondersteuning. Meneer Renfrum, Chami Gonyang naar een restaurant, maar vallig suit top restaurant. Meneer Bofinia, allemaal pot mijn geldbus, doek banyang. Meneer Renfrum, ook of gopai. Meneer Wim tak nee, zet het in je geldbus. We hebben een geldbus daar in restaurant Bofinia. We hebben de boeken daar van meneer Renfrum. Gopai, een boeken die je steunt, 1 voor 12. Pot mijn money in een geldbus. Meneer Bofinia, restaurant Bofinia is helemaal in Breda. Nou, voilà toe de. Dus if je man tiktengo koeiri, je onjaanvaarlijk sweetie. Het lekkerste restaurant dat ik ben tegengekomen. Het is een lopend buffet. Wat je wil eten, eet je daar. Top, meneer Renfrum. En meneer Renfrum heeft kaas en salami worst gepost. Ik heb het nog niet gekregen. Ik hoop dat ik dat vandaag krijg. Gisteren ben ik geweest. En ze zeggen, er is nog niets van. Meneer Renfrum, dus ik hoop vandaag dat de post er is. Je hoort de bel is geslagen, dus we gaan zo meteen daar. We hebben ook slager de boter. Slager de boter, daar het is van Wim. En daar hebben wij ook ondersteuning van gekregen. Salami hoort, ook kaas en de maaltijd doen we een boon toe. Weet u dus, nogmaals, atof. Ook de groeten aan meneer Chris. Na lange tijd ben ik Chris tegengekomen in Nederland. Dus Chris, ik hoop dat het u goed gaat. Manga Chris Bitty. Dus toppie Chris. En familie Jagendors, maak het goed. Kindje Jagendors, maak het goed. Hij moet straks weer voor controle. Ik denk komende week meteen naar controle gaan. En dan hoop ik dat alles goed gaat. En dan voorbereiding naar zijn andere oog dat geopereerd moet worden. En ook de groeten aan mevrouw Fosha en Theo. Zij hebben mij ook gebracht. Uwanya Vadak Sweetie, uw restaurant. En dank dat jullie mij een leuke dag hebben gegeven. Fosha en Theo. En zij zijn ook de ondersteuners van 1 voor 12. Ook Rijnplein zeg ik dank voor uw ondersteuning. En iedereen die een ondersteuning gedaan heeft, zeg ik dank. En familie Jagendors, nogmaals ook dank aan u voor de ondersteuning. En mijn grote dank gaat naar mevrouw De Vries. Zij heeft de zorg genomen voor om 3 maanden lang kindje Jagendors bij haar te houden. Ik wil u vragen, smeken, doet u ondersteuning voor mevrouw De Vries? Als u wat overmaakt, schrijf die ten boven voor mevrouw De Vries. Dan wil ik het ander geven. Zij heeft mij gezegd, meneer Vismalen, kindje Jagendors, ga ik kosteloos voor je begeleiden, verblijf. Maar mi sabi dat nyan dringi, drie moen of zo, mi uit mi ati mi ojeng. Mi jouwam pjes aan ik baan, ik ben aan tikking, maar ik wilde nog wat geven. En ik voel me schuldig. Vooral als ik als verantwoordelijke begeleider ben, dan zeg ik van nou, als jullie me samen helpen, helpen we elkaar samen, dan worden we één. Nogmaals, we gaan nu naar de kinderen die nu een broodje van 1 voor 12 gaan krijgen door tussenkant van verschillende donateurs. En ook mevrouw Bruns, mevrouw Gitti, mevrouw Bruns, heeft ook voor beleggen zorg. We kijken ernaar uit
Het was 10 uur een pakket van mevrouw Bruns. Je hebt geen jammerkast en gehoord, mevrouw Bruns. We gaan nu kijken. Gracias.